Huiselijk geweld is een heel gevoelige situatie waarmee er met de nodige tact en zorg moet worden omgegaan. Dit gaf de inleidster Marcia Reumel gisteren aan bij de tweedaagse training over huiselijk geweld. De training is voor de 5e keer georganiseerd door de Institute for Women, Gender and Development Studies, IWGDS. Ze deed dat in samenwerking met de Women Rights Center, de UNFPA en de PAHO. De doelgroep was politieofficieren, buurtmanagers en universiteitsstudenten. Reumel is in het dagelijks leven inspecteur van politie, belast met de leiding van het politiebureau Quatta. Het thema van haar inleiding was de politieambtenaar, een professionele mens. Ze hield haar gehoor voor dat in de praktijk is gebleken dat politieambtenaren, wanneer een man huiselijk geweld rapporteert, geen hulpvraag stelt. Schuldgever, eerste klas. Wanneer we hebben geluisterd, ja maar ik heb niet op tijd gekookt. Ja maar als je op tijd had gekookt, dan had die man je niet geslagen tijdens het verhoor. En dan lijken het subtiele dingen die je zegt, maar het kan heel kwetsend zijn omdat je daar op dat moment slachtoffer bent. En dat doe je niet met de gedachte om iemand te beledigen, maar stel je eens voor dat je hulp gaat zoeken ergens. Ik noem maar een situatie als CBB. En je hebt dringend een uittreksel nodig. En je hebt je kaartje niet. Je weet hoe wanhopig je kunt zijn. En dan zegt de baliemedewerker jou ja, maar je weet toch dat het een plicht is om met je legitimatie te lopen. Hoe zou jij je voelen op dat moment? En dit is nog een veel ernstige situatie wanneer mensen komen met een hulpvraag en dat we deze vragen stellen aan die mensen. Ik kom met een voorbeeld. Gisteren is die mevrouw ter grave gedragen. Een mevrouw met een hulpvraag. Jaren. Bekend op uitvlucht. Bekend op Quatta. Maar het is steeds een mevrouw die zegt: u moet met die man praten. Ik wil geen strafrechtelijke vervolging. Een situatie van 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar. Het is jaren gaande geweest. Uiteindelijk heeft die vrouw ervoor gekozen om op een andere manier uit de situatie van huiselijk geweld te stappen. Het zijn dingen waar we aan moeten denken als politieambtenaren. En niet als politieambtenaren alleen. U mag het ook meenemen naar het Openbaar Ministerie, Carla. Want soms worden de verdachten in verzekering gesteld. En na 2 dagen zijn ze buiten. De inleidster stond ook stil bij de wet huiselijk geweld, die aangeeft dat elke politieambtenaar elke melding met de nodige tact moet behandelen. Ook moeten politieofficieren niet ervan uitgaan dat ze geen beslissing nemen omdat de persoon de volgende dag toch weer op vrije voeten zal zijn. Reumel benadrukt dat agenten ook niet is geleerd om verwijtende vragen te stellen. Bij huiselijk geweld gaat het niet alleen om het slaan, zegt ze. Verbaal kan dat ook. Financieel. Die man geeft die vrouw geen geld. En die vrouw komt naar het station en zegt: meneer, ik moet eten, ik moet drinken, ik moet voor de kinderen zorgen. Maar ik krijg geen geld van die man. Stuur die vrouw niet weg. De wet huiselijk geweld voorziet daarin. U neemt die aangifte op. U moet niet zeggen, het is geen aangifte waard. Dat beslist u niet. Laat het over aan het oordeel van de hulpofficier, dan wel de officieren van justitie en politie. Marcia Reumel, onderwijskundige en inspecteur van politie. Zij heeft gisteren een inleiding gehouden op de tweedaagse training over huiselijk geweld, georganiseerd door het Institute for Women, Gender and Development Studies, IWGDS. Het Korps Politie is bij deze training betrokken, omdat zij een belangrijke schakel is in de aanpak van huiselijk geweld. De training is gehouden in de University Guesthouse en is vandaag afgesloten.